Maar en gewoon groepseks met emo's, dat denk je dat mijn fantasie is. I guess. Ik weet niet waarom ik dat denk. Is het niet zo? Ik fantaseer soms nog over onze seks. Nee, ik niet. Nee, ik ook niet. Nee. Nee, ik ook niet. Ja, not gonna lie. Ja? Ja. Ik zou ook liegen als ik zeg dat dat niet zou zijn, maar... Zo, ja, het is wel eens gebeurd, ja. Nee. Ik ook niet. Nee, ik ook niet. Oh, wat? Oh. Niet eens. Oeh. Ik wel. Nee, ik niet. Nee. Nee. Was er één van ons dominant tijdens de seks? Ah, beide. Ja, we waren allebei dominant. Dat werkte eigenlijk soms... Nou ja, soms was prima, maar... En dat was die afwisseling, alleen dat vonden we beide moeilijk. Denk jij wel iets meer dan mij misschien? Of niet? Ja. Ja. Maar dat wisselde een beetje af, nee? Ja. Jij? Ja, ik denk wel ik, ja. Jij niet? Nee. Ik wel. Eén keer ik wel meer, de andere keer jij wel meer. Ja. Maar jij werd wel meestal de... Gewoon omdat jij degene waard altijd touw in de hand nam, om het zo te zeggen. Nee, we waren allebei best wel submissief. Maar ik dacht, was toen misschien ook een beetje te verlegen misschien nog zo. We waren gewoon allebei niet echt bossy ass bitches. Nee. Ik denk dat wij allebei onder de categorie switch vallen. Ja. Want wij vonden het allebei even leuk om dominant te zijn, denk ik. Jij wel vaker dan ik. Ja, ik. Ja. Ik denk het wel. Ik denk dat de grote deels gewoon even was, maar dat het als het wel kwam, was het meer van mij dan van jou. Heb ik ooit een van jouw seksuele voorstellen afgewezen? Nee, want jij kwam altijd met dat soort dingen. Voordat ik iets kon zeggen, had jij het al gezegd. Ja, dat klopt. Nee, wel. Maar... Ja, want jij wou ooit anaal proberen in de eerste keer, ja. En toen was ik van... Nee. Nou ja, maar dat was ik echt nog. Toen waren we nog niet zo heel lang of zo bij elkaar. Dat was dus ja, oké, okay, ik was daar niet zo comfortabel mee. Ja. 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 Ja, zeker wel. Nee, jij niet van mij. Ik je wel van u? Nee, niet dat ik weet. Ja, nee, zeg maar. Zou ik het zeggen? Nee, ik mocht bijvoorbeeld nooit vinger in je reet steken. Ik had er gewoon geen behoefte aan, laat ik het zo zeggen. Weet ik. Vinger in je kont. Grapje. Nee, dat gaat nooit gebeuren. Nee. Nee. Jawel. Oh ja? We zouden ooit iets in een kooi doen. Maar dat hebben we toen nooit gedaan. Dat was toch meer een grapje? Oh, nee, ik was best wel serieus. Oh, sorry. Ja, die avond toen ik ziek was geworden. Ja, bij vind je het heel gek. Je ging barven en daarna wil je me zoenen en andere dingen met me doen. Ja, gadver, ga even je tanden poetsen. Beschrijf elkaars grootste seksfantasie. Ja, ik weet niet, ik wil het altijd wel buiten in een bos doen. Nou, gelukt. Nou, dat is gelukt. Je weet het, ik had dat niet echt eigenlijk. Nee. Nee, ik denk dat het vastgebonden of zo. Iets in die richting. Ja, aan een bed, met mijn handen, helemaal leuk. Naar mij niet bellen. Misschien een trio toen op dat moment. Ah ja, maar ik wou dat niet. Nee, ik denk een trio, nee, een kwartet met twee weep meisjes en één... Zo'n weep meisjes. Daar hou je toch van? Nee, what the fuck? Echt niet. En die van jou? Ja, ik weet niet, ik denk meer BDSM-achtige dingen, maar dan... In mijn fantasie was dat heel leuk. En in het echt denk ik dat ik dat echt niet zou willen. Nee. Ja, ik val wel een beetje op alternatief, maar geen e-girl hoor. Waar val je wel op? Gewoon een beetje emo-meisjes, een beetje scene-achtige chicks. Nou, ik wil seks met een meid, maar dat was jou. Ja, ik wilde een trio. Ja. Ja, met een meid, maar ja, dat... Ja, met twee meisjes dan lijkt me. Ja, ik wil heel veel proberen nog. Gewoon alle soorten seks. Allemaal gekke piercing, dus een beetje mentaal instabiel. Mijn grootste seksfantasie, een stabiele chick. Ik denk sowieso dat jij nog wel een keer een trio of een kwartet wil doen. Gewoon om het een keer gedaan te hebben. Ja, oké, dat zou ik nog wel een keer willen doen, maar dat vind ik dan niet heel... Nou, maar voor jou vind ik dat al wel een stap. Dat is waar. Ja, die van mij wist je toen op dat moment wel. Was dat een auto? Ja. Maar gewoon groepseks met emo's, dat denk je dat mijn fantasie is. I guess. Ik weet niet waarom ik dat denk. Is het niet zo? Ik zou er geen nee tegen zeggen. Ja. Heb ik al je seksfantasieën uit laten komen? Nee. Nee. Jeze. En ik ben nog niet eens vastgebonden. Moet je nagaan. Nee, want weet je wat ik misschien wel ooit eens wou proberen? Zo meer openbaar.
Mm-hmm. Maar niet op de wc in mijn werk of zo. Maar gisteren ja, nee, ik doe in het park of zo. Like, maar dat is er gewoon nooit van gekomen. Mm-hmm. Nee. Nee, maar je stond er wel voor open. Ja. Alleen zeg maar, echt toen we nog een relatie hadden, toen wilden we geen trio. Nee. Maar ik zou ook nooit een trio met jou doen. Nee. Ja, jij bij mij wel een beetje toen met die. Met dat zweepding en zo. Oh ja, maar ja, dat vond ik wel even leuk of zo. Ja. Maar niet dat ik. Nee. Maar ik had toen ook niet echt heel veel fantasieën of zo. Ja. Want jij bent nu best wel wild, volgens mij. Ja. Nu spuug je gewoon de mensen hun bek en zo. Nee, ja. Wat was dat met de zweep? Ja, gewoon zo. Ja, dan wilde ze dat ik haar sloeg. Ja, ik. Ah. Ja. Dat is wel. Echt niet, dat vind ik echt super hard. Ja. Die ik toen op dat moment had wel. Ik had niet echt zo van, oh, dit moet ik echt doen of zo. Nee, ik ben gewoon best wel saai daarin. Ja. Dus ben ik saai. Had jij nog andere dingen met mij willen proberen? Nee. Ja, seks in het openbaar. Maar dat hebben we nooit. Ja, op het werk, maar dat was niet zo. Ja, was nou niet zo heel. In die vieze wc, dat is disgusting. Ja, ook verreed. Dat mocht van mij eigenlijk ook niet. Waarom mocht dat eigenlijk niet van mij? Omdat jij dat ook niet wilde. Ja. Ja, oh ja, ik had wel een trio gewild, ja. Ja. Ja, het zou chill zijn als je wat meer oraal had gedaan. Maar zou je dat nu nog willen proberen dan? Nee. Okay. Nou ja, als in dus inderdaad meer experimenteren met elkaar. Ja. Zoals die laatste keer, gewoon switchen. Nee, nou, niet switch, maar ik bedoel, spice it up. Ik wil zeggen, switch it up, nee. Nooit. Nee, spice it up. Gewoon wel wat ruiger. Nou, ik kan het wel goed nu, hoor. Oké. Okay. Yeah. Cool. Ja, ik sowieso er zijn nog zoveel dingen te doen. Zeker. Wat moet je dan bijvoorbeeld willen proberen? Poeh, ik denk sowieso wel ergens gewoon op een balkon. Je hebt zo meteen 20 seconden voor mij om zoveel mogelijk plekken op te noemen waar je seks hebt gehad. In 3, 2, 1. Oké, bed, balkon, bank in een tuin, dan camping, douche. Toilet in een club, toilet. Jezus. Op een feest, bed van een vriend, douche van een vriend. Ja. Holy fuck. Vond je dit nou een leuke video? Like en subscribe. En dan zie ik je snel weer.